Jy skuld dit. Jy moet net. Ons sukkel soms om die motivering te kry om iets te doen, al wil ons hoe graag te doen. Ons kom net eenvoudig aan die gang nie. Die dilemma met motivering is dat het baie gauw kan opraak as ons kan kies of ons iets wil doen of niet doen nie. En dan verloor ons soort van die motivering of die lus of die passie en dan denk ons, ag, ons doen het morgen, ons doen het volgende jaar of wanneer ook al. Om iets belangriks voor onszelf in 2024 en voor anderen in 2024 te doen, het ons nodig dat ons motivering op een baie dieper vlak lê. Want dit wat ons wil beleef of dit wat ons wil bereik, moet lê op die vlak van twee goed. Die ene is skuld. Ek weet, ons wil die skuld hê nie, maar ons moet dit as een skuld beleef. Als je bijvoorbeeld jou huis hier niet betaalt, nie, is je morgen op straat of wanneer ook al op straat. En tweedens, ons moet het beleef als een verplichting, ons moet het beleef als een moed. Want als het een moed is nie, dan ga ek en jy dit nie doen als ons nie lus is daarvoor nie. Ons doen nie soseer wat van ons verwacht word nie, maar ons doen wat ons skuldig is, verskuldig is en waartoe ons verplig is. Nou Paulus het sy roeping met God verstaan als skuld en verplichting. Die woord kan mens al twee kante toe vertaal. Hy skryf in Romeine 1 vers 14 tot 15. Ek staan onder een verplichting teenoor Grieke en nie Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Paulus weet, God het om geroep om die goeie nuus van die verlossing in Jesus Christus en die hoop in God oral en vir allemaal te kan vertel, en om geïnspireerd te blijven, dit te bly doen, want hy het gevangeniskappe al hy slechte goed belewe, het hy dit gesien as sy verpligting. Hy het dit gesien as sy skuld. Hy moet dit net eenvoudig doen. Nou kom ek en jy maak dit vir onszelf persoonlik. Jy het 'n unieke talent, 'n unieke gave, waarmee jy ander kan help, en help om die wereld een beter plek te maak. Die wereld het dit absoluut nodig. So kom ons stel dit eerder so. Jy skuld dit aan die wereld. Jy is verplig om dit te doen. En as jy het so doen, kom jy hopelijk daarby uit. Of dalk is het nie soseer dat jy daar die talent of daar die gave het, maar jy dalk die geleentheid om iets beter te doen. Jy skuld dit aan die wereld. Jy moet net. Want so weet die wereld, so weet ander mense, God het ons lief. Leef geïnspireerd.